Ek wou net gestuur het voids, maar wie hier in deze omgeving present werkelijk zwaar je zijnt. Wenn wir uns vergelijken dan met de mensen gans rammere wereld, meeste van ons hier zijn bijna de 10, 5 of 1% rijkste mensen, wenn wir uns vergelijken dan met alle mensen in de wereld. Meeste van ons, wie in de steden woon, wie brengen ons niks daarin bij een eten, wie gaan voortje, wie gaan kleider, wie zijn werkelijk zwaar je zeent van het kamp wat erdisch het, geld en rijkdom. En zo dan meer denk van de Jeschek in 5 Mose kapitel 8. En dat zegt, wenn du genoeg Geld hast, wenn du genoeg selber hast, wenn du een huis hast, wo die Band woont, wenn du genoeg hast zum Eten en zum Drinken, dan pass op. Hij zegt niet dat deze dingen aardig zijn, maar dan heeft hij van zijn woning. En hij zegt, pass op dat die niet stolt worden doen en dat die niet van God vergeten doen. En dat is de verziekung, wo wir nu band zijn. God heeft ons rijklich gezeend. De dingen met wat hij ons gezeend heeft, dat zijn niet aardig dingen. God heeft ons gegeven dat wir die kunnen genießen. Ook er dus een warning te bieden, dat wir niet zelf stolt worden en dat wir niet zelf van God vergeten. Jeder moet geloven wie zo, dit hebben wir ons top geschoven. Dat is mijn rijkdom, ik had het alle gedaan. Bet wie daar in het kapitel zegt, dat denk niemals dat du hast met deine ene kroof die rijk gemerkt. God heeft dir die Gesundheit gegeven, God heeft dir die Guven gegeven, met wat die Kurs schoven. En zo alle Rijktum kam van God. Sag mal, lieber Smote sprengen. Wir leben ein so gesehenes Leben. So werden wir nicht stolz worden und werden wir nicht von Gott verjähen. Und die beste Dinge, was wir können tun, ist, wir können dankbar sein, Gott Dank für die Sehnung, die er uns geben hat. Und wir können wiedergeben. Wenn wir die zwei Dinge wollen tun, dann wird die Gefahr sein, dass wir in Stolz nachfallen tun oder wir von Gott verjähen tun, wird viel leer worden tun. Wenn wir uns lernen, dankbar sein und wenn wir uns lernen, wiedergeben. Sag mal, lieber Smote sprechen mit diesem Wort. Wenn ihr das Video hast, gleicht, dann werde ich Like abdrehen auf Facebook. Subscribe op de rang op YouTube. Check dus voor die rand in de vrienden en familie. En wie zijn ons? Nächste week.